Dan de volgende, Friese melk. Ja, dit zit in een dik glas, dus ik denk echt dat deze lekker gaat knappen. Ah, we gaan het zien, joh, we gaan het zien. Zet hem hier mooi even neer. Nou, nu moeten we wat afstand bewaren, hè? Even wat afstand bewaren. Dit gaat heftig worden namelijk. Zijn we er klaar voor? 3, 2, 1, let's go! What? Oh my god, ik heb hem weer aan de zijkant geraakt, dus ik denk dat hij er gewoon al... Wat? Dit is een beetje teleurstellend, hè, Nomi. Hij is ook heel glad, dus... Wat? Hij is er gewoon langs gegaan. Oké, nou, ik heb nog een kogel. Nog een keer, dan nu goed in het midden, let's go! Nee! Is hij mis? Hij kaatst gewoon af. Echt? Wat? Oh, kijk, er zit hier gewoon een barst in, joh. Wat? Dat dan weer wel? Wat? Ik dacht echt wel dat we hierheen zouden komen. Ja, misschien zijn die kogeltjes toch niet zo chill. Ik ga even die andere kogels proberen. Ja, ik ga nu de Hunter Bullets proberen. Want ik heb het idee dat die spitskogels niet eens zo goed werken. Dus ik ben benieuwd hoe deze het gaat doen. Druk er gewoon even een paar in. Let's go. Nou ben ik er klaar mee, jongens. Ik ga dat hele melkding kapot knallen, jongen. Misschien moet ik ook gewoon iets verder weg staan. Misschien dat hij dan harder aankomt. Geen idee. Komt-ie. Zag je die explosie? Oh, dat is fijn. Ik heb het idee dat deze kogel veel beter werkt, joh. Maar ik stond ook verder af. En volgens mij, als je verder af staat, dan gaat hij ook steeds sneller door de lucht. Wow! Niks meer. Ja, dit is insane, hoor. Oh, wat? Oh, hij is... Zie je dit? Huh? Hij is er blijkbaar eerder ook al doorheen gegaan. Dit meen je toch niet? Oh, yo! Waar ligt al dat glas? Oh, hier ligt al het glas. Ja, dit is wel echt insane, hoor. Oh, joh, ik heb de kogel gewoon gevonden. Hier, de kogel is er gewoon doorheen gegaan. Kijk, dit is het kogeltje. Die is nu helemaal plat. Ja, ik moet gewoon wat verder afstaan, denk ik. Oh, joh, dan ligt hier overal glas, gek. Oh, ja. Het splasht helemaal uit elkaar.